Nou, wij willen sporters meer vormen van transport gaan aanbieden. Dat gaan we over water doen, dat gaan we met openbaar vervoer doen. We gaan dat ook met de auto doen, maar dan wat meer op afstand met gekoppeld aan vervolgtransport naar het stadion toe. Maar we gaan ook starten met het aanbieden van busreizen vanuit het land rechtstreeks naar het stadion toe. Dat gebeurt nu voor een deel al? Een aantal dingen gebeuren al, spontaan. We gaan dat verder begeleiden en oppakken en verder faciliteren. En we gaan het ook uitbouwen, want er zijn bijvoorbeeld nu een aantal fietsvoorzieningen rond het stadion. Nou, dat gaan we ook fors uitbreiden en ook bewaakt parkeren. Dat de sporters ook veilig hun dure elektrische fiets of hun scooter daar kunnen parkeren. Ja. Kortom, u zegt van we willen veel meer supporters naar het stadion hebben, maar niet met de eigen auto. Nee, het kan nog steeds met de eigen auto, laat dat er helder in zijn. We willen sporters vooral ook niet dwingen om uit een bepaalde vervoersmanier te komen. We willen ze de keuze laten en vanuit die keuze willen ze gaan begeleiden, gaan faciliteren en ook zorgen dat ze op de goede plekken terechtkomen, dat ze snel en soepel het stadion in kunnen komen. Dus als mensen met de auto willen blijven reizen, kan dat. Wat alleen in de toekomst steeds minder zal kunnen, is in de directe omgeving van het stadion parkeren in de wijken, omdat dat tot overlast leidt. Dus het zal iets meer op afstand zijn waar wij gaan zorgen voor het vervolgtransport van en naar het stadion. Ja, wat voor soort transport wordt het dan? Een pendelbus? Ik hoorde ook vervoer over water. Nou, de diverse mogelijkheden, afhankelijk waar de parkeerplekken dan ook zijn. Zeker met het nieuwe stadion pal aan het water is er natuurlijk een mogelijkheid om vervoer over water te doen. De waterbus gaan we ook structureel inschakelen in de toekomst. Dus het is ook een beetje afhankelijk van waar de parkeren op afstandlocatie is. Is dat langs het spoor, dan kan het via de NS. Is het in de buurt van een tramlijn, dan kan het uiteraard via tram of metro in de toekomst. Dus we gaan daar een palet aan mogelijkheden aanbieden. Ja. Maar hoe gaat dat concreet in zijn werk? Als ik een seizoenkaart wil hebben, moet ik dan al gelijk helemaal aan de voorkant aangeven van ik ga het hele jaar met de fiets komen of ik kom met gecombineerd vervoer? Nou, we gaan dat voorzichtig opbouwen, hè. We gaan het komend seizoen daar de eerste start mee maken. We gaan het ook leren en ontdekken waar de sporter open voor staat. Maar we gaan het stapsgewijs invoeren. En waar we naartoe willen is dat er ook flexibiliteit komt. Want als het mooi weer is in de zomer, moet je natuurlijk de fiets faciliteren of de scooter faciliteren. Is het winter? Is het koud, is het slecht weer, nou, dan zal er een hoge mate van hetzij via de OV of via autoverkeer gaan zijn. Nou, we willen die flexibiliteit ook gaan aanbieden. Maar waar we uiteindelijk naartoe willen is dat we de supporter dat vervoersarrangement gaan aanbieden. En dat er dus flexibiliteit in komt. Dat je dus niet aan de voorkant aan het begin van het seizoen moet aangeven ik wil het hele jaar met vervoerswijze X komen. Maar dat we daar flexibel in gaan worden. Ja. Nou, wilt u dat gedrag van die supporters gaan veranderen? Ja, dat is een moeilijke zaak. Dat gaat niet zomaar. Hoe groot is nou de kans dat dit gaat lukken? Nou, wij geloven erin, want anders beginnen we er niet aan. Kijk, het mag ook duidelijk zijn dat je niet iedereen op deze manier erin mee gaat krijgen in dit traject. Maar we geloven erin omdat we ook vanuit een bepaalde service gaan aanbieden. En dat we supporters ook voordelen gaan geven door op deze gewenste manier te gaan reizen. Ja. Wat voor voordelen? Nou, op tijd bij het stadion komen, moet ook nog uitwerken voor de toekomst, maar misschien nog korting en voordeel geven op dingen die ze dan consumeren of aanschaffen binnen het stadion. En ook dichtbij komen, voorrang ten opzichte van ongeorganiseerde supporters. Dus dat betekent dat we misschien met vrije rijstroken gaan werken voor ons pendelverkeer wat op afstand. Dat die dus sneller bij het stadion kunnen komen dan reguliere auto's die op zoek zijn naar een parkeerplek. Ja, en supporters die op de Bonnefoy zeggen van ik kom nog even met de auto, ja, die lopen dus kans dat ze heel veel tijd kwijt zijn om een goede plek te vinden. Ja, dat zal in stappen gaan, maar in de eindsituatie, op het moment dat het nieuwe stadion operationeel is, zal dat inderdaad het geval zijn. Dat we dus uitdrukkelijk voorrang geven aan supporters die een vervoerswijze gekozen hebben, die we gefaciliteerd hebben, die we begeleiden. Nou, die worden met alle gaas behandeld. Heb je niks georganiseerd, niks geregeld, ja, dan heb je ook een uitdaging en een probleem om in de buurt van het stadion te komen. Ja. Dat zal de toekomst gaan worden. Ja. 5 jaar te gaan om het helemaal uit te werken, maar wat gaat de supporter vanaf volgend seizoen hiervan merken? Nou, we gaan met kleine stappen starten. Waar we met volgend seizoen mee beginnen is met bewaakte fietsenstallingen en ook meer fietsenstallingen in de directe omgeving van het stadion. We gaan structureel parkeren op afstand invoeren, dus dat we op een tweetal plekken op afstand beginnen met parkeren en transport naar het stadion toe. En we gaan voorzichtig starten met het aanbieden van busreizen vanuit en landen naar het stadion toe. Langzaam wordt er steeds verder uitgebreid en ook steeds geëvalueerd of het een succes is. Ja, nou, uiteraard, want we moeten nogmaals, wat ik net zei, we moeten ontdekken, we moeten leren en ervaringen gaan opdoen. We moeten ook afstemmen met andere vervoerspartijen. Dus het wordt werkende weg in een aantal stappen richting de toekomst om het verder te vervolmaken. U heeft contact gehad met buurtbewoners, hoe kijken die er nu tegenaan? Nou, we zijn uiteraard in gesprek met de buurtbewoners, in eerste instantie met de veranda in de directe omgeving. In de toekomst zal dat nog verder met andere wijken ook gaan lopen. Nou, we weten wat de wensen zijn, wat de zorgen zijn en daar gaan we blijven over met elkaar in gesprek en dat gaan we ook verwerken in de aanpak.